Ja, ik vind dat we kunnen dat toch wel duidelijk de mensen direct helpen vandaag. We moeten niet wachten tot 2024. We gaan een betoging doen volgende zondag over 10 dagen. Omdat we nu al oplossingen kunnen vinden. Ik kan niet wachten tot 2024. Hè. Come on, allemaal in slaap tot 2024. Zo gaan we niet aan politiek doen. We gaan hier concrete politiek doen en overwinningen halen. Ja. Vragen zoals energiefactuur kunnen we dat jij dat gaat doen. Maar dus 250 euro meer per maand. Ik kan het niet betalen. Hè. Want wij leven door met een werknemersloon. Hè. Wij de PvdA, parlementsleden als voorzitter, verdien ik geen euro bij. Nee, maar dat hebben jullie met z'n allen afgesproken. Het hoeft er van mij niet. Nee, maar dus wij doen het. Nee, maar dus wij doen het. En dus wij weten ook dat 250 euro meer betalen voor de elektriek en de gas. Ik kan het niet betalen. Dat weten we allemaal. Wel, dat heeft met Rusland te maken. Oh nee, kom aan. Dat heeft allemaal... Rusland. Het was al vol een bak... Het was al vol een bak en dan stijgen voordat het probleem was in Rusland. Kom aan, dat is het probleem. Het probleem is gewoon dat ons geld, waar gaat dat naartoe? Naar Electrabel. 1 miljard winst omdat wij meer energie betalen. Ik zeg gewoon dat de minister, Tine van der Straaten, gewoon een wet stemt om geld te gaan halen bij Electrabel. En dat de mensen een btw-verlaging van 21 tot 6% kunnen hebben op gas en elektriek. Dat kan toch?